Ik zou graag iedereen willen vragen om plaats te nemen. Als de CDA-fractie ook zover is. Bedankt. Iedereen welkom bij deze raadsdebatten van 23 januari 2018. Voor vanavond stonden van origine 4 onderwerpen op de agenda. Wegens ziekte van de woordvoerder van de GBT is agendapunt 4 komen te vervallen. Er resten ons dan nog 3 agendapunten. Voor 1 agendapunt heeft zich een inspreker gemeld. Dat is de heer Stevens. Het gaat over de verkeersvisie voor Vries en Veen. Het eerste agendapunt is de verkeersvisie van Vroons Hoop. Daarvoor heeft zich het GBT teruggetrokken. Dan zou ik graag het woord willen geven aan de inspreker van het CDA. De woordvoerder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal niet inspreken, maar ik zal namens de CDA-fractie in elk geval onze inbreng leveren. Dus dank u wel. Ja, verkeersvisie Vroom Zoop. Gemeentelijk mobiliteitsplan 2015-2025 is concreet gemaakt in de verkeersvisie per kern. Nou, voor Vroom Zoop ligt deze vanavond ook aan ons voor. Bij het opslaan van de visie dacht ik even dat het een spelletje was. Een spelletje zoek de verschillen. Ik kwam eigenlijk door twee foto's die gelijk op de eerste twee pagina's staan. Met hier op de bebouwde kom van Vroom Zoop. Zelfde locatie en toch zie je een aantal verschillen. Nou, een van die verschillen is een huis. Een huis dat wit gemaakt is. Nou, klein detail. Maar daarnaast zag ik nog wat meer. Dus een andere ontwikkeling in de maatschappij. Een bord met, waarop staat attentie buurtpreventie. Dat staat vooral voor een veilige leefomgeving. Ook een belangrijke ontwikkeling, denk ik, voor ons allen. En het derde zag ik een auto die heel ver te zoeken was. Dus de foto's goed gezocht. Die kijk even naar de ambtelijke organisatie. In de verte zie je daar een auto staan. En ja, ik denk dat dat ook tekenend is voor de dingen in de maatschappij als je kijkt naar verkeer en vervoer. De verkeersdruk neemt steeds meer toe. Zie je landelijk, maar zie je ook lokaal. Wellicht zijn er nog wel meer verschillen. Maar goed, die laat ik vooral aan een andere over. Ik ga in op de verkeersvisie Vroom Zoop. Ja, hier, kijk, je hebt hem voor, Laaman. Verkeersvisie Vroom Zoop. Van de goede opzet. Wij vonden een goede opzet. Plezierig leesbaar. CDA is ook blij met de brede betrokkenheid van velen. LTO, Oranje Vereniging. Veilig Verkeer Nederland, afdeling Twenterand. Dorpsraad, maar ook een aantal individuele personen. We zien ook veel herkenbare punten terug. Nou, die zien we onder andere bij het kruispunt Tonnendijkbrug en Hammerstraat. Kruispunt Tonnendijkbrug, belangrijke ader in het netwerk van Vroom Zoop. Ja, een passende oplossing is op dit moment nog niet voorhanden, ook nog niet te benoemen. Nou, dat snappen we ook. Je kunt aan een aantal dingen denken, aan stoplichten. Wellicht een rondweg, hebben we in CDA ook in ons verkiezingsprogramma al over gehad. Mogelijk wel een rotonde, het kan eigenlijk nog van alles worden. Nou, ik denk dat dat een mooie uitdaging is voor de komende periode om dit verder te onderzoeken. En uiteindelijk ook tot uitvoering te brengen. Dit alles in samenhang met de Hammerstraat en ook de verkeersdruk die daar denk ik door velen worden ervaren. Een ander punt waar we... Ja, ook namens de CDA-fractie blij zijn dat we dat terugzien in de verkeersvisie. Dat is de omgeving bij de Oranjeschool. We zijn blij dat er in elk geval een heroverweging plaatsvindt voor het eenrichtingsverkeer. Om dit ook weer in te voeren op de Oranjeschool. Nou, we zien dat dit al jaren een lastig knelpunt is. We zouden ook blij zijn dat dit op korte termijn aangepakt gaat worden. Het formeel invoeren van een eenrichtingsweg... draagt wat ons betreft ook bij aan de duidelijkheid voor alle weggebruikers al daar. Nou, verder de fietsoversteken. Fietsoversteken bij Vlierdijk, Amerikalaan, komen ook weer terug. CDA is ook hier blij dat we gaan voor maximale veiligheid. Veiligheid voor de fietser. Een punt waar we ook keer op keer weer aanhalen hier. We zijn wel benieuwd welke oplossing er uiteindelijk gevonden wordt.
Afstemming buslijn, spoorlijn. Nou, dit blijft van groot belang. Dit maakt ook dat het leefbaar is in de dorpen. Mensen van A naar B kunnen bewegen op een goede manier. Niet alleen per auto, maar ook per bus of per trein. En die aansluiting op beiden is dan ook belangrijk. Nou, de CDA-fractie is blij dat de verkeersvisies niet alleen nu voor Vormsoop, maar vanavond ook voor Frieseveen er liggen, zo aan het einde van deze bestuursperiode. Wij kunnen ons prima vinden in de verkeersvisie die voor Vormsoop voor ligt. We zien herkenbare prioriteiten, kruispunten Tonnendijkbrug, maar ook het verbeteren van de veiligheid rondom de Oranjeschool. Eigenlijk willen wij alle mensen die hier ook aan meegewerkt hebben en een inbreng hebben geleverd, danken. En daarnaast danken wij ook de ambtelijke organisatie. Tot zover onze inbreng. Dank u wel. Heer de Velde, dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan de woordvoerder van de ChristenUnie. De heer Veuring, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Voorzitter, leden van de raad. Vanavond staat de verkeersvisie Vormsoop op de agenda. Deze is tot stand gekomen na een goede inspraak vanuit de bevolking. Velen hebben meegedaan. Er was zodoende een brede samenstelling van inwoners en dat getuigt ook voor een breed draagvlak. In grote lijnen kunnen we ons vinden in de opzet van de visie. Enkele kanttekeningen willen we wel maken. Tonnendijkbrug, CDA noemde ook al, deze wordt als een bottleneck aangemerkt. Maar hoe is dit op te lossen? Wat is wijs? Wat is nodig, noodzakelijk en nuttig? Maar ook wat is mogelijk? Maar er zal nog heel wat water onder de brug doorlopen voordat er een juiste oplossing voor het probleem aangedragen kan worden. Dus het zal nog wel enkele jaren duren, maar het is goed dat er aandacht voor is. Hammerstraat. Voor enkele jaren is de Hammerstraat helemaal geherinricht. Nu is het nog nodig dat hier en daar een verfijning wordt aangebracht. Doe dat in goed overleg. Er is de laatste tijd in Vormsoop heel veel aan de wegenstructuur opgeknapt en dat lijkt allemaal heel mooi. Er is heel veel gebeurd. Landbouwroute. Wij als ChristenUnie vinden ook dat zoveel als mogelijk het zware verkeer uit de kern geweerd moet worden. Maar als we het schema bekijken van de landbouwroute, dan komt bij ons de vraag op, wat is uw bedoeling met een verwijzen naar de westkant van Vormsoop? Zowel de Vlierdijk als de weg langs het Zwolskanaal zijn nu verboden voor doorgaand vrachtverkeer. Denkt u aan de nieuwe verbinding richting de Dalenseweg, waar al eerder onderzoek naar gedaan is, met als conclusie, oude Hammenaren of ambtelijke, die weten denk ik wel, om enig verkeersrendement te hebben, moet je verkeer inhuren. Hoe denkt u op dit gebied een adequate oplossing te vinden voor dit landbouwverkeer? Schoolomgeving. Meerdere raadsperioden is er over de achteromsluiting van de Oranjeschool gesproken. De ChristenUnie spreekt wens uit dat de komende raadsperiode het ook daadwerkelijk tot een oplossing komt. De ChristenUnie zal zich hiervoor inzetten. Maar ook bij andere scholen is een veilige omgeving en routing nodig. U hebt nu de kans om bij de brede school in Vormsoop het in één keer goed te doen. Overleg met de betrokken, alhoewel wij ervan uitgaan dat er al contacten zijn met hen die het daar aangaat. Openbaar vervoer. Als gemeente is de invloed op het openbaar vervoer niet erg groot, maar houd ontwikkeling in de pixie en haak erop in als er ontwikkelingen zijn waar wel wat invloed is op uit te oefenen. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor elke kern. Fietspad langs de Vlierdijk. U stelt voor om haakse inrichting te maken. Wij zitten er erg aan te denken om de groenstrook, het laatste stukje of het eerste stukje, maar bekijken vanuit Vormsoop, langs het trottoir in te richten als fietspad, zodat de kruising op de kruising de fietsers met één op het fietspad kunnen komen. Werken met werk, dat is een lastig streven, maar we zien helaas nog wel iets anders. Ik hoop dat het nu inderdaad gaat gebeuren en niet dat 4 dagen, 3 weken later de boel weer opengebroken wordt. Inspraak. We willen ieder dank zeggen voor de inspanning die er is verricht om tot een goede inspraak te komen met als resultaat een goede verkeersvisie en belangrijker een goede verkeersveiligheid. En nog belangrijker dat een ieder zich veilig voelt, maar ook veilig aan het verkeer deelneemt. Van voetganger tot chauffeur van het grootste mogelijke vervoermiddel. Dat was de inbreng van de eerste termijn van de ChristenUnie. Heer Veuring, dank u wel. Ik wil graag verder gaan met de woordvoerder van het SGP. Meneer Bossers. Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben belangstelling kennis genomen van de verkeersvisie Vormsoop 2000 voor de toekomst. Ik wist zo gauw die jaartal niet, neem niet kwalijk.
In dit stuk blijkt ook weer dat de mee-inspraak van de bewoners en diverse betrokkenen, dat heel positief werkt. Er zijn een hoop knelpunten aangedragen. Ik ga ze nu niet allemaal herhalen. Ze staan allemaal in stukken. Ze zijn door mijn voorgangers een aantal genoemd. Ik denk dat die wel voldoende benoemd zijn in dit stuk. Wat ik bij de betrokkenen mis, bedrijfsleven. Er zijn verschillende betrokkenen bij. Maar misschien heb ik er overheen gelezen. Misschien dat daar de wethouder nog wat over kan vertellen. Daarnaast heb ik ook nog een vraag aan de wethouder. We hebben het over verkeersvisie. En we hebben bij knelpunten, die zijn wel benoemd. Maar wij missen eigenlijk wel een vage richting. Er wordt genoemd een westelijke rondweg. Daar is een aantal jaren geleden ook over gesproken. Er wordt gesproken over een directe verbinding van met de Dalerseweg. Hoe kijkt de wethouder daar tegenaan op langere termijn? Dat zijn ingrijpende maatregelen, maar visie, daar getuigt ook van dat je voor de komende 10 jaar of 20 jaar een oplossing zou kunnen bedenken. En die komt in dit stuk nog niet tot uiting. Misschien dat daar de wethouder nog wat over kan vertellen. Ja, en verder worden een hoop goede dingen genoemd. Verkeersveiligheid voor de fiets. Ook wat betreft de fiets wordt ook weer tot ons genoegen met instemming genoemd doortrekken van de F35. Want het gebruik van de fiets, de elektrische fiets, neemt ook sterk toe. Ook niet alleen voor recreatief, maar ook voor het dagelijks woon-werkverkeer. Ik denk dat ik het hier in eerste instantie bij wil laten. Maar over het geheel genomen zijn wij best tevreden met het benoemen van het aantal knelpunten en mogelijke zaken die opgelost moeten worden. Maar we zouden graag toch nog wat meer horen over meer de visie voor oplossing van die knelpunten. Dank u wel, voorzitter. Heer Bossen, dank u wel. Dan gaan we door naar de volgende woordvoerder, dat is van de D66, de heer Van der Kozijnen. Hartelijk dank, voorzitter, collega's van de raad. Ja, verkeersvisie Vroom Soop, eigenlijk een beetje een herziening van een eerdere visie. En wat we naar voren zien komen, met name in de verkeersvisie, is eigenlijk al genoemd, met name de Tonnendijk, de bottleneck, zeg maar, om zo te noemen. Wij zijn daar ook mee eens dat dat eigenlijk zo snel mogelijk aangepakt moet worden, maar dat is over straks met de knelpunten hebben we daarover. Wat ik bijzonder vind in deze verkeersvisie is het fietspad bij de Puntbrug. Op dit moment moeten de fietsers 2 keer oversteken bij de Puntbrug met de Amerikalaan en richting de Friese-Veenseweg. En er ligt daar een parkeerplaats bij Niek Erens daar, zeg maar, op de hoek daar. Je vraagt je eigenlijk af van waarom zit er zo'n rare kronkel in die weg? En waarom hebben de fietsers 2 keer de confrontatie met het autoverkeer op die plek? Waarom is daar geen oplossing voor? Ik las wel in de verkeersvisie dat er ooit een keer een rekening was gehouden met dat er een kroeg zou komen daar op die parkeerplaats daar op de hoek bij de Puntbrug. Maar dat die plannen nu ingetrokken zijn. Dus... Ja, precies. Ja, en waarom verkavel je dat niet opnieuw en zorg je ervoor dat je een regelrechte verbinding krijgt op de weg en dat je de fietsers bijvoorbeeld af laat buigen? Dat is één ding. Het knelpunt met name met de Tonnendijk. Als je dus eigenlijk die rondweg pakt, die westelijke rondweg via het bedrijventrein richting Dalen, dat is een hele mooie optie. Bijvoorbeeld om daar dan schuin door te steken naar de Vlierdijk heen, om maar wat te noemen, of naar de Dalenseweg. Maar ja... Op de prioritering natuurlijk is dat voor de toekomst is dat heel belangrijk om daar oog voor te houden. Met name de inspraak, e-inspraak vind ik toch een heel mooi ding met de punaise zetten. Daar hadden we eerder met de verkeersvisie Friese-Veen voor een aantal jaren terug ook. Dat werkt heel goed. Je ziet dat mensen direct aan kunnen geven van dat vinden wij belangrijk voor onze gemeente. En daar hebben wij als D66 hebben we natuurlijk daar wel feeling mee met e-inspraak. En met name aan de voorkant je mensen meenemen. Daar wil ik het graag bij laten. Dank u wel, voorzitter. Heer Van der Kozijnen, dank u wel. Graag de volgende woordvoerder, de fractie Laarman, de heer Laarman. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil nog een paar punten uit deze visie aanstippen, maar in grote lijnen ben ik het natuurlijk eens met de genoemde punten en oplossingen die in deze verkeersvisie besproken zijn.
Het grootste probleem, het verkeersprobleem in Vromshoop is natuurlijk het kruispunt Ammerstraat-Tondijkbrug. En daar zijn we het allemaal over eens. Maar hoe lossen we dat nu op? Een rotonde is vaak een goede en duurzame oplossing en behoudt doorstroming. En het zijn zeer veilige, maar het is zeer veilig. Maar dan ben je wel ruimte nodig en die ontbreekt je simpelweg. De route verkeersluw maken door een goede alternatieve route is een andere optie. Dan zouden we een nieuwe ontsluitingsroute moeten maken langs het Zwolskanaal, vanaf de Daalseweg richting Sluis, Zwolskanaal, Puntbrug en dan richting Europasingel. Het stuk langs het kanaal opwaarderen is het duurst en gaat voor een deel over het grondgebied van Hellendoorn. Maar dat is in mijn optiek wel de beste oplossing. Hiermee haal je het landbouwverkeer en het vrachtverkeer uit de kern, dus niet over de Kennedystraat en de Schusselstraat, wat als oplossing wordt aangeboden. Hier los je in één klap heel veel knelpunten op uit deze visie. Maar financieel is dit op dit moment niet haalbaar, denk ik. Dan zal er misschien een verkeerslichten een optie kunnen zijn, maar dat geeft wel veel meer oponthoud op de Ammerstraat. In deze visie staat dat men opnieuw onderzoek wil doen naar dit verkeerspunt, de Tondijkbrug dus. En ik ben benieuwd met welke oplossing men dan wel komt. Maar daar zal men wel een nachtje over willen slapen. Een ander punt die de verkeersveiligheid is de verkeersveiligheid rond de Oranjeschool. Ik heb hier in 2010 namens ChristenUnie ook al aandacht voor gevraagd. Maar toen kregen de anderen van de raad niet op elkaar. Een oplossing die ik toen ook al heb gezegd en voorgesteld is een ontsluiting via de achterkant van, te realiseren. Gelukkig staat deze oplossing als mogelijkheid in de visie beschreven. College, we hebben de crisis achter ons. Er wordt weer volop gebouwd. Bespreek dit met de projectontwikkelaar om tot een snelle en goede oplossing te komen. Dit voor de veiligheid van de kinderen, ouders en de aanwonenden van de Oranjestraat. Voor het overige ben ik het eens met de visie en, die in deze als knelpunten zijn genoemd en hoe de oplossing hier is voor bedacht. Ik dank u, voorzitter. Heer Laarman, dank u wel. Dan zijn we door alle fracties heen. Dan wil ik graag het woord geven aan de heer Engbers, die portefeuillehouder is op dit dossier. Ik zie een opmerking inderdaad van de ChristenUnie, van de SGP en D66, betreffende de situatie Tondendijk, fietsers, Puntbrug. Een aantal vragen meer. De heer Engbers. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook aan de fracties die hier al in eerste instantie het woord over hebben gevoerd en daarin ook hebben aangegeven naar de omstandigheden waarbij deze verkeersvisie, evenals de vorige, tot stand is gekomen. Heel veel inspraak, e-spraak, meningen ophalen van burgers, van groepen, van bedrijven. Dus ook de bedrijvenvereniging was daarvoor uitgenodigd. Of ze nu werkelijk aanwezig geweest zijn, weet ik dus niet. Maar iedereen die dus eventueel mee te maken zou kunnen hebben, is uitgenodigd om mee te spreken om de inspraak zo volledig mogelijk te laten lopen. En dat heeft ook resultaat. Dat betekent dat mensen zijn met elkaar op die avonden bezig en de meningen die botsen nog wel eens. Dat hindert niet, want daarin krijgen ze ook de andere meningen te horen van groepen die er anders over denken, die andere belangen hebben, persoonlijke belangen, algemene belangen. En die worden dan ook, en dat kunnen de mensen dan echt wel, die worden ook gewogen door de deelnemers. En zeggen van ja, wiens belang is dit nu eigenlijk? Wat betekent dit nu voor het geheel? Ik denk dat je het ook een beetje terug kunt vinden in de zienswijzen, de reacties enzovoort op het totaal. Waar dus nu geen enkele zienswijze op binnengekomen. Terwijl het echt hete hangijzers zijn die hier wel even aan de orde komen, die hier besproken worden. Dat als voortraject. Dan kom ik even bij de landbouwroute die door de CU-fractie naar voren wordt gebracht. Ik hoor even de Vlierdijk en het Zwolskanaal. De Vlierdijk is dus niet aangewezen als route, omdat er dus al andere parallele routes zijn, de hoofdroutes. En het Zwolskanaal loopt dus wel binnen de bebouwde kom. En daar is dus wel een blauwe arcering aangegeven dat hij dus door de kern loopt en daar wel een aangewezen is. Maar de bedoeling van de landbouwroutes is dus dat die als hoofdroutes gebruikt gaan worden voor het verkeer van landbouw over grotere afstanden. Kijk, alle percelen moeten bereikbaar blijven. Dus op perceelsniveau moet iedereen overal kunnen komen. Maar als je dus grote transportafstanden hebt van de ene kant van de kern naar de andere, dan zijn dus daar in overleg met de LTO een aantal wegen aangewezen die zij dan ook bij voorkeur gaan gebruiken. Schoolomgevingen, ja, ik vind het ook ontzettend belangrijk, is ook op gestuurd, om daar te zeggen van voorzieningen, scholen,
de kwetsbare verkeersdeelnemer, de kinderen, die moeten juist ontzien worden, vrijere routes krijgen, dat we daar juist de aandacht op richten. Hoe gaan we die nu eigenlijk faciliteren? Dat ze dus op een veilige manier, ook als ze zelfstandig kunnen fietsen, maar wel dat ze dus geen moeilijke verkeerssituaties tegenkomen. Nou, dat is naar beide scholen. Oranje School wordt terecht genoemd, waar al heel lang een probleem is. Waar dus ook overleggen zijn en waar dus ook de mogelijkheden opnieuw afgewogen zullen gaan worden. Ook ten aanzien van de achteronsluiting staat dus keurig netjes genoemd. Maar ook de brede school, de nieuw te bouwen brede school, ook daar is dus komende donderdag is daar een eerste inloop over het centrumplein, maar daarin ook de schoolomgeving van hoe gaat het een en ander nu gebeuren, hoe gaat het vormgegeven worden. Dus de eerste voorstellen komen daar voorbij om inspraak op te halen van is dit nu echt het plan wat we dus zouden moeten gaan uitvoeren? Waar zit de kritiek? Waar zitten knelpunten? Kunt u die aanwijzen? Wat zijn dan volgens u mogelijkheden die daar bij op zouden moeten treden en die we dus nog meer in oogschouw zouden moeten nemen? De SGP-fractie noemt even nog een wat vage richting. Is er nu wel echt visie? Nou, waar is nu wel te degen nog op gelet is, is van laten wij nu niet aan de voorkant al zeggen van en dit is dan de oplossing. Alsjeblieft. Nee, het gesprek erover en het ophalen van feiten en het onderzoek doen, ook ten aanzien van het verkeersluw maken van de Hamerstraat, dat wordt aangewezen als de prioriteit in Vroomshoop. De Hamerstraat dwars door Vroomshoop heen, vanaf de Tonnendijkbrug tot aan de rotondes. Dat is eigenlijk het cruciale punt waar de meeste gevaarlijke omstandigheden optreden. Ik reed het laatst zelf een keer langs. Dat wil zeggen, ik stak over van de hoofdweg naar de Noorderstraat. En er ging gewoon een fietser aan de kant staan. En die zei, nu ga ik eens even kijken van, wat gebeurt hier allemaal? Welke gevaarlijke situaties treden hier nu wel niet op? Oftewel, hij nam zelf kennis van welke omstandigheden zijn hier nu, die ik misschien kan melden, ik weet het niet, maar hij ging daar keurig netjes staan om te kijken van, nou, wat gebeurt hier? Het signaleren van, hebben wij dus opgehaald bij de groepen, bij de klankbordgroep. En dan moet ook ter degen rekening mee gehouden worden. Dat betekent, je moet echt een onderzoek daarop zetten van wat zijn nu dan de mogelijkheden van nieuwe ontsluitingen in de westelijke richting, ook richting de Dadelseweg. Is dat dan een optie? Wat betekent dat voor verkeersintensiteiten? Is er dan wel een afname van de Hammerweg? Is er dan een toename op de Europa-ring, single? Europa-weg. Die moeten we juist bevorderen. Die zit nog veel te laag nu. Dus die aandacht daarvoor, met het onderzoek, kunnen ze daar invullingen aan geven. Kunnen ze daar scenario's mee doorrekenen. En zeggen van wat zijn de bestaande, wat zijn de verwachten voor 2020, voor 2025. En die worden meegenomen. Nou, D66, even een foutje. Er is geen herziening van het plan van de vorige keer, dat is Vriezenveen. Het fietspad bij de Puntbrug. Ja, terecht een. De weg maakt daar een rare kronkel. Waarom? Destijds is ervoor gekozen de aansluiting van de doorgaande verbinding. Die moet eruit. Dus niet meer van de Vriezenveensweg naar de Oranjestraat. Maar om daar een betere uitzichtssituatie te geven, is er een kronkel gemaakt. Fietsers daarentegen moet je proberen te mijden daar waar verkeer door elkaar heen gaat en afslaand verkeer enzovoort. Dus het recht oversteken van de weg bij de brug is een veel betere optie voor fietsers. Maar ook daar gaat opnieuw naar gekeken worden van wat is nu de meest optimale vorm die wij kunnen bereiken als we daar ook andere maatregelen in de omgeving misschien wenselijk zouden achteren. Het totaalplaatje moet nu straks steeds gaan voldoen aan de vraag voor de toekomst. Nou, de e-spraak, heel terecht, die opmerking dat die gemaakt wordt, dat die belangrijk is. Ik zag nog even in een conceptstuk vandaag dat we op 25 oktober hadden we 50 meldingen. En op 31 oktober de sluitingsdatum, dus 6 dagen later, 100 meldingen. Dus je ziet dat op het laatste moment, dan gebeuren die dingen toch nog weer. Niet dat er zoveel veranderingen optreden, maar wel iedereen krijgt de gelegenheid om tijdig te reageren. En de mensen maken daar gebruik van. Nou, ik denk dat de vraag van de fractie Laman ook beantwoord is.
onderzoek moet nog gebeuren, moet uitwijzen van wat zijn de verkeersstromen, wat zijn de intensiteiten die verwacht worden. En levert dat echt een verbetering op voor de verkeerskwaliteit, van de leefbaarheid, van de veiligheid. Nou, waar moet je aan denken? Wat zijn mogelijkheden? Maar die moet je eerst op papier laten onderzoeken. Voorzitter, dat was mijn beantwoording. Ja, volgens mij staat er nog één puntje open. En dat is een stukje verduidelijking over de inspraak van het bedrijfsleven. Wat de heer Bossers naar vroeg. Ik heb hem zijdelings benoemd. Ik heb gezegd, iedereen is dus in de mogelijkheid geweest om mee te spreken. Detailhandel, bedrijfsleven. Maar of ze aanwezig geweest zijn, is de vraag. En dat is dan aan de mensen zelf. Maar elke belangengroep is uitgenodigd. Okay, wethouder, dank u wel. Dan kijk ik even rond voor een tweede termijn. De heer Veurink, de ChristenUnie. Verder niemand. Het worden ze nu. Dank u, voorzitter. Wethouder, bedankt voor de toelichting die u gegeven hebt. Ik zit nog maar met de hoofdroute van de landbouw ten aanzien van de weg langs het Zwolse kanaal. Dat is eigenlijk wel mooi in de blauwe route opgenomen, dat is u ook. Maar ik neem aan dat u ook weet hoe moeilijk dat is om dat eerste stukje bij de sluis, bij de oude sluis, te komen over dat smalle wegje. Dus ik denk dat het zeer onverstandig is om daar nu het landbouwverkeer langs te sturen in deze situatie, maar als elkaar tegenkomt, dan is het gewoon stop. En het fietspad de Vlierdijk, de Groenstrook, wil ik toch nog wat aandacht voor vragen om die te veranderen in een fietspad langs het trottoir in, het laatste stukje. Dan kunnen de fietsers, hoeven ze niet een haak, maar een haak. Ik denk zelf als ik een fietser ben, als ik een haak zou schuin is, ik ga zo snel mogelijk weg over. Ik ben wel blij dat er donderdag een info is ten aanzien van de brede scholen verroutering. Begin er goed mee, eind goed, alle goed dan. Veel dank u wel. Gehoorde beraadslagingen, denk dat we dit punt kunnen verplaatsen naar de akkoordagenda voor de raadvergadering. Dan gaan we door naar agenda punt 2 van deze avond. Daarvoor is er een inspreker gemeld, dat is de heer Stevens. Het agendapunt gaat over verkeersvisie Vriezenveen 2017-2027. Daarvoor hebben zich zes fracties gemeld. De spreektijd is 5 minuten. Ik wil graag eerst vragen aan de inspreker om plaats te nemen achter het katheter. U heeft inderdaad 5 minuten. U kunt per onderwerp kunt u inspreken. Ik heb begrepen dat u inderdaad voor meerdere onderwerpen had willen inspreken. Bent u wat later binnengekomen, agenda punt 4 betreffende IV-bedrijven, ik weet dat u erbij betrokken bent, is komen te vervallen. Dan wil ik graag aan u het woord geven. Dank u wel, voorzitter. We houden het bij één stuks voor me in te spreken. Ik spreek hier namens de KNNV afdeling Vriezenveen. Het gaat hier over de verkeersvisie Vriezenveen. Als KNNV afdeling Vriezenveen hebben wij een zienswijze ingediend. Zoals al wel eens eerder ontvingen wij geen enkel bericht daarna hierover. Dat de visie nu behandeld wordt is iets waar we toevallig achterkomen. In het raadsvoorstel wordt bij de inleiding gesteld dat er twee zienswijzes ingediend zijn, maar onder 1.3 wordt dan simpel gezegd, die zienswijzen hebben meer betrekking op zaken die in een ander verband aan de orde dienen te worden gesteld. Wij vinden dat onze zienswijze zeker onderdeel is van de verkeersvisie en daarin verwoord dient te worden. Wij vinden juist, en dat vond Veilig Verkeer Nederland, afdeling Twenterand ook, dat gescheiden fietsroutes langs de Oude Hoevenweg, Gravenlandweg, tussen de Pollen en Bruinehaar en langs een deel van de Paterswal heel nuttig zijn. En ook noodzakelijk voor schoolkinderen, wandelaars, die worden vaak vergeten, fietsers, driewielers, noem maar op tegenwoordig. Daarbij wordt de recreatieve functie volledig vergeten. Aan deze weg liggen zelfs twee campings. Deze weg wordt nu door menig ingemeden vanwege die veiligheid. Er gaat veel en steeds groter wordend agrarisch verkeer over deze weg, waarbij de fietser, wandelaar steeds meer de weg in wordt. De weg wordt afgedrukt tussen quotejes. Noodzaak, of ik kan het zelf stellen zo, omdat ik zelf heel frequent gebruiker ben van die weg al daar in het voorjaar.
Noodzaak, nut horen volgens de KNV zeker thuis in deze verkeersvisie. Wij verzoeken de Raad dit toe te voegen aan de visie. Voor het deel van de Paterswal tussen de Pollen en het Veemuseum geldt hetzelfde, waarbij in het bijzonder het stukje weg met bomen ter hoogte van het Veemuseum eng is voor wandelaars en fietsers. Dat was mijn inbreng, voorzitter. Heer Stevens, dank u wel. We kijken even in rond of er vragen zijn, heer Stevens. De heer Wessels, CDA-fractie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kom even terug op het eerste wat de heer Stevens zei. En dat hij zegt van, wij hebben natuurlijk de zienswijze wel gezien en ook de beantwoording van het college gezien. Maar hebt u totaal geen bericht gehad van het college over deze zienswijze? Dat verbaast ons enigszins dat u daar geen bericht over gekregen heeft. Nee, we hebben daar totaal geen bericht van gehad. En ik las toevallig op een bepaald moment dat er nog een bijlage zat bij de stukken van de raad, maar die zat ook niet die was niet beschikbaar op internet. Toevallig zoek ik zelf regelmatig op websites en komen we er op die manier achter dat er vanavond over gesproken wordt. Stevens, dank u wel. Ik kan in ieder geval de heer Stevens wel zeggen dat wij hem goed gelezen hebben en ook het punt wat u daar aangeeft meegenomen hebben in onze beantwoording. Dank u wel. Dat is goed om te horen. Zijn er nog meer vragen voor de heer Stevens? Ik wil de heer Stevens vragen om een kopie van uw inbreng aan de G4 te geven. Dan kan het in de verslaggeving worden meegenomen. Dan wil ik nu verder gaan met de eerste termijn. Ik wil graag het woord geven aan de fractie van de GBT. De heer Papen. Ja, voorzitter, dank u wel. Het stuk ziet er in de basis prima uit. De verkeersvisie Friesveen 2017-2027. Ik wil er toch een aantal zaken op benoemen. En laat ik eens beginnen met de categorie, in mijn oren, klein leed. De Koningsweg. Het verkeerslicht ten hoogte van een gezondheidscentrum werkt goed. Misschien wel iets te goed. Wij krijgen best veel signalen van mensen die daar staan te wachten. En het verkeerslicht blijft heel lang op rood staan. En waardoor mensen door het rode licht gaan rijden. En dat kan juist niet de bedoeling zijn. Wellicht kan daar op een heel, heel simpele manier iets aan gedaan worden. Als we de Koningsweg iets verder doorrijden, komen we bij een zebrapad uit. En wij werden daarop geattendeerd, de bewoners van Friesveen, dat nog een heikel punt is. Er wordt op dat stuk hard gereden. Het zebrapad bij de begraafplaats heb ik het over. Er wordt daar vrij hard gereden en het zebrapad is niet duidelijk zichtbaar. En mensen worden daar met enige regelmaat van de sokken gereden. Dus wellicht dat daar even naar gekeken kan worden. Nog een paar andere dingen die opvallen, denk ik, rondom het centrum. Dat zijn de uitritten van de Action en de MT. En aan de andere kant, die bij de Aldi en de Kruidvat, die zijn vrij krap. Word ik wel benoemd, maar ik denk dat het goed is om daar aandacht aan te besteden. Op het Westeinde is het vooral, denk ik, heel goed om landbouwvoertuigen te mijden uit de kern. En niet alleen bij het Westeinde, op meerdere plekken. Maar vooral op het Westeinde ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties. Dus daar graag aandacht voor. Op de Verzetstraat, en dan wel tussen het kanaal en de Aardopsweg, ja, die wordt nogal eens gebruikt als een sluipweg, of veel gebruikt als een sluipweg, wordt ook hard op gereden. En dat is toch regelmatig een gevaar voor de vele fietsers en ook steeds meer wandelaars die daar plaatsvinden. En 's avonds is het daar erg donker en is nog wel eens gevaarlijk. Er staat een stuk over de ontsluiting van het sportpark. In Friesveen zijn een aantal wegen gevaarlijk, daar zit veel verkeersdruk op. Maar de verkeersdrukte is niet alleen op de Schout-Dorrestraat en de Lindhorstlaan, maar ook zeker over de Boerhavenlaan en de Patrijs. En die weg is vooral heel smal en bochtig en dus veel jonge fietsers gaan daar overheen en ook daar zitten de gevaren. Ik wil dat toch graag even gemeld hebben. En dan wordt er een stuk gewijd aan duurzaamheid en daar staat niet zo bar veel over in. Wij doen daar eigenlijk nog niet zo heel veel aan. En als ik bijvoorbeeld een van die punten zou kunnen zijn, openbare laadpalen voor elektrische auto's.
En ik weet er wel geteld één te vinden. Misschien dat er meer zijn hoor. En volgens mij staat die hier voor de deur. Wat is de visie van de gemeente op die laadpalen? Moeten we dat zelf gaan doen? Zijn er commerciële partijen? Moeten die daarmee bezig? Of wat dan ook. Wat is de visie hierop? Dan is er nog het kopje openbaar vervoer. Vanwege de vele vertragingen en uitvallen van treinen denken wij dat elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Hardenberg een belangrijke impuls zou zijn. Om ook in de toekomst een sterke verbinding met de rest van de regio te houden. Ik ben heel benieuwd hoe de wethouder daarover denkt. Ja, dan ligt er denk ik nog een hele grote uitdaging voor ons. En dat is denk ik wel de N36. Er staat ook een stukje over in. We moeten daar misschien verbreden, meer veiligheid op toepassen. Dat willen we eigenlijk allemaal wel. We willen allemaal meer veiligheid, een einde aan de files, maar ook meer natuur en duurzaamheid. En dat lijkt eigenlijk een onmogelijke combinatie, maar wij denken dat het kan. Hoe gaan we dat dan doen, zult u denken? Het lijkt een beetje een tegenstelling, maar wij denken dat het kan met een snelweg. En wel met een bijzondere, de A36, de groene A36. De eerste groene snelweg van Nederland. Er zit wel een mits aan. Er is in 2016 een actieplan Bos en Hout van Rijkswaterstaat opgesteld. Ik heb papier voor 1 minuut. Dan praat ik iets sneller. Dat lijkt een zeer reëel plan. Dan zal er wel een lobby opgestart moeten worden uit deze regio. De voordelen van een groene A36. Wat is een groene A36? Dat houdt eigenlijk in dat alle snelwegen in Nederland en ook de nieuwe N36, A36, dat daar een strook van 300 meter bos langs gelegd wordt. En dat heeft nogal wat consequenties en ik denk ook vooral voordelen voor heel Twenterand. Ik noem een aantal voordelen op. Enorme stuk stikstofreductie, klimaatdoelen die gehaald worden, een groene buffer tussen Almelo, het bedrijvenpark en Twenterand. Door die stikstofreductie meer ruimte voor ondernemers, waardestijgingen voor woningen en een impuls voor toerisme. Een ecologische verbinding tussen het Nationaal Park Emmersdijk-Venen, het Vechtdal en het is goed voor biodiversiteit en niet vergeten de Patrice. Dus waar kom je dan op terecht? Ja, door de wouden van Twenterand naar je werk. Dus over de groene A36. De GBT ziet het wel zitten. Dank u. Meneer Paper, dank u wel. Ik wil graag het woord geven aan de volgende fractie, de fractie Laarman. Dank u, voorzitter. Ja, we hebben nu de actualisatie van de verkeersvisie 2010 Friese-Veen voor ons liggen. Bij de verkeersvisie 2010 hebben we met name gesproken over het verkeersluw maken van het Westeinde door het op te waarderen van de Verzetstraat of een nieuw aan te leggen rondweg. Ook de kruising Westeinde-Koningsweg-Krijgenzeg was aan een heet hangijzer om tot een passende oplossing te komen. En het verkeersluw maken van het Oosteinde door middel van een nieuw aan te leggen zuidelijke rondweg, wat nu de Rusluiweg wordt genoemd, was aan de orde. De Rusluiweg is dus aangelegd, de kruising bij de Jumbo, wat eerder C1000 was, is opnieuw ingericht. En in deze visie heb ik hier niets over teruggelezen, dus ik denk dat dit toch naar tevredenheid is gebeurd. De noordelijke rondweg, waar destijds veel over gesproken werd, is niet gerealiseerd. En de vraag is nu, is een noordelijke rondweg dan nog wenselijk gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren? De uitbreiding aan de andere kant van de Garvensingel zal minder snel en fors verlopen dan destijds de prognoses waren. En een extra aansluiting op de N36 is volgens de provincie niet wenselijk. De noordelijke rondweg zou lopen van de nieuwe Dalenveenseweg en aansluiten op de Bouwmeesterstraat. Maar dan moet je nog door Friese-Veen over de Almeloseweg om aansluiting te krijgen met de Rusluiweg. Als alternatief wordt nu over een zuidelijke rondweg gesproken. Op zichzelf is dat geen raar idee, want het sluit beter aan op de Rusluiweg. Deze weg zou dan beter benut worden en wordt de bovenlandweg en de Oosteinde minder ontlast, meer ontlast. Dat was ook de bedoeling met de aanleg van de Rusluiweg. Maar is een zuidelijke randweg dan direct noodzakelijk als je een paar honderd meter verderop een N36 hebt lopen? De zuidelijke randweg wordt gebruikt door personenauto's en vrachtverkeer. Dan maakt een paar honderd meter niet meer het verschil. Dan kun je hierover ook van de N36 gebruik maken. Nu we bezig zijn met de aanleg van een fietsensnelweg langs de Adorpweg, dan is het verstandig om de Adorpweg ook gelijk aan te pakken en met de kruisingen van de Verzetstraat en de kruising Westeinde. Twee rotondes zijn wat mij met mijn optiek de meest ideale oplossingen.
Hiermee zouden we een goede, duurzame route kunnen krijgen voor alle verkeer van de Dalenveenseweg naar de N36 en hiermee sla je wel 4-5 vliegen in één klap. Betere en veilige fietsroutes, welke ten goede komt aan de fietssnelweg, ook richting Dalenveen-Vroomsoop. Betere ontsluiting van Wijsselpoort en Westerbouwlanden. Een betere benutting van de Rusluiweg en ontlasting van de bovenland en het Oosteinde. Kortom, een doorgaande route van de nieuwe Dalenveenseweg naar de N36 kon wel eens beter uitpakken dan aanleggen van de nieuwe rondweg. Ten aanzien van de ontsluiting van de sportvoorzieningen, een verbinding van de Schout-Dordestraat naar de Oosterweilandweg en dan naar de N36 is misschien wel een goede oplossing. Bezoekers kunnen dan via de N36 snel bij de sportvoorzieningen komen en hoeven niet meer door het dorp te rijden. Dat is een goed idee, maar heeft wat mij betreft niet de hoogste prioriteit. Er zijn in deze visie nog vele punten benoemd die ik eigenlijk niet specifiek wil benoemen, maar voor een groot gedeelte wel kan onderschrijven. Ten slotte wil ik eigenlijk nog wel aandacht vragen voor de N36. Aan deze weg kunnen we als gemeente op ontwikkeling minder goed sturen en zijn we meer onafhankelijk van provinciaal en landelijk beleid. Dagelijks staan hier files en gebeuren er veel ongelukken, zoals we weten. Maar de N36 vormt wel een belangrijke bijdrage voor de ontsluiting van Vriezenveen en Twenterand. En ook vanuit Drenthe horen we berichten dat een goede ontsluiting van Drenthe naar Twente en andersom wenselijk is. Het is voor de veiligheid en ontsluiting van Vriezenveen, Twenterand en regionaal Drenthe-Twente belangrijk dat de N36 wordt opgewaardeerd naar de snelweg A36. En wat mij betreft mag dat ook een groene A36 worden. Dank u, voorzitter. Meneer Laman, dank u wel. Ik ga het woord geven aan de fractie D66, de heer Van de Kozijnen. Dank u wel, voorzitter. Collega's van de raad, college. De verkeersvisie Vriezenveen, dit is wel een herziening van de vorige. Ook weer goed tot stand gekomen, ook weer door e-spraak. Met name even een aantal dingen eruit lichten. Voorgaande collega's die hebben het al genoemd. De Oost-Westverbinding, West-Oostverbinding aan de zuidkant, aan de noordkant. Dat blijft toch een terugkomend feit waarbij de zuidkant mij ook aangenaam verrast heeft in deze verkeersvisie. En ja, misschien dat het een slagingskans heeft, maar we weten gewoon dat asfalt heel veel geld gaat kosten en dat we hier in Twenterand op dit moment andere prioriteiten hebben. Dus laten we eerst het laaghangend fruit pakken en kijken naar de bestaande infrastructuur. En ja, dan komen we bij de Westerweilandenweg. Als we in Vriezenveen naar de sportvelden rijden en we zien de Westerweilandenweg tussen het Verzetstraat en de Krijgerstraat, de Verzetstraat en het Westeinde liggen, dan zit daar een gigantisch breed wegprofiel, helemaal in het blauwe hinein. En dan vraag je als buitenstaander af, waarom ligt dat hier? Waarom, met welk oog op, is dat zo gebeurd? En dan heb ik zoiets van, ja, misschien dat er ooit een keer is gebeurd in verband met de Verzetstraat. De Verzetstraat zou een stroomweg worden volgens mij. En die zou dan via de Westerweilandweg op het Westeinde komen. En dan komen we aan bij een ander knelpunt en dat is dan de Krijgerstraat bij de Jumbo. En dan heb je eigenlijk een hele mooie schwung richting de Jumbo, waarbij je dus eigenlijk de Verzetstraat en het Westeinde, daar zou je eigenlijk een profiel van kunnen maken met asfalt en dan benut je die Westerweilandenweg weer. Dus ik vraag eigenlijk aan het college van waarom is deze optie niet meegenomen in deze verkeersvisie. Ik weet dat er een discussie was met opsplitsing tussen de Westerbouwlanden en de noordkant van Vriezenveen, dat de school er zit en de oversteekplaatsen een wortelnek hebben. Dus ja, daar zullen we dus kritisch naar moeten kijken, maar daar haal je volgens mij een gigantische quick win qua doorstroming. Pak je direct kruispunt bij de Jumbo mee volgens mij als je daar een doorgaande weg maakt naar de Koningsweg. En dan heb je eigenlijk een binnenrondweg met heel weinig investeringen. Voorzitter, dat was mijn termijn. Heer Van Kozijnen, dank u wel. U gaat het woord geven aan de fractie van de SGP. De heer Dekker. Dank u wel, voorzitter. Dat middels de klankbordgroep en e-spraak zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de kennis en de meningen van onze inwoners is positief. Dat geldt ook voor de rol van de LTO bij het vaststellen van de routes voor het landbouwverkeer. Uiteraard kunnen niet alle knelpunten op korte termijn worden opgelost. Naar de mening van de SGP biedt dit ook mogelijkheden om tot een zo optimaal mogelijke aanpak en afweging te komen. In de praktijk kan het effect van maatregelen zodanig zijn dat andere aanpassingen niet meer noodzakelijk zijn. In dit verband is de huidige verkeerssituatie op de Koningsweg ten opzichte van de eerdere situatie naar onze mening aansprekend.
De gesignaleerde probleemsituatie bij de kruising van de Krijgerstraat met het Westeinde en de Almloseweg verdient naar onze mening prioriteit. Dit geldt naar de mening van de SGP ook voor de kruising van het Westeinde met de Dalenvinseweg. Het geschikt maken voor verkeer voor twee richting verkeer van de weg langs het Maritropaplein richting de Krijgerstraat is naar onze mening een goede zaak. In feite zou dit betekenen een herstel van de vroegere situatie die op een gegeven moment veranderd is in de huidige situatie. Eigenlijk heeft niemand in het dorp, denk ik, begrepen wat daar de reden van was. Dus herstel van de oude situatie is naar onze mening zonder meer positief. En wellicht is dan ook een extra verbinding van de Krijgerstraat niet eens meer nodig. Ook het zoveel mogelijk weren van doorgaand verkeer via Bovenlandweg, Garvensingel en Verzetstraat verwachten wij een positief effect. Minder logisch is naar onze mening een nieuwe verbinding tussen Automaatweg en Schoordoddestraat. Nu het plan Waterrijk in Almelo niet doorgaat in de oorspronkelijke vorm, kan ons inziens goed gebruik worden gemaakt van de bestaande wegen Schoordoddestraat en Westermaatweg. Het effect wat deze maatregel sorteert leidt er hopelijk toe dat verdere ingrijpende uitbreiding van de infrastructuur niet nodig zal zijn of minder nodig zal zijn. Bij alle maatregelen dient hoge prioriteit te worden gegeven aan de veiligheid van fietsers en met name ook voor de routes van de schoolkinderen, maar ook bij de betreffende de verkeerssituatie bij de scholen zelf. Betreffende het parkeren in het centrum vraagt de SGP aandacht voor de twee parkeerplaatsen in het centrum die nu voor het autoverkeer gescheiden zijn. Het verbinden van deze parkeerplaatsen zien wij als positief voor het winkelend publiek en kan wellicht ook nog leiden tot minder verkeersbewegingen. Wat door de inspreker genoemd is het fietspad richting Bruine Haar. Het zal natuurlijk een vrij kostbare zaak zijn, maar wij zien daar ook duidelijk een positief effect van. Over het algemeen is ons totaal beeld van deze visie dan ook positief. Dank u wel. Dekker, dank u wel. Ik wil graag het woord geven aan de fractie van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. De herziene verkeersvisie Frieseveen. Veel knelpunten die zijn benoemd en die zullen op TCT worden opgelost als we de visie zo lezen. En de verkeersintensiteiten in de kern Frieseveen zullen daardoor afnemen. En daarmee ook de verkeersveiligheid van de deelnemers worden vergroot. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Tevens wordt er een bijdrage geleverd of er wordt onderzocht of er een Oost-Westverbinding tot stand kan komen. En dat het verkeer via een nieuwe routing kan worden geleid om de kern heen om via die kant de bestemming te bereiken. In aansluiting op de N36 of op de sportaccommodaties. En het zwembad wordt dan uiteraard ook nog in meegenomen als dat besloten wordt dat dat doorgaat. En het landbouw zoekt op die manier ook haar bestemming. Tevens wordt een aantal voortdurende knelpunten aangepakt en daar zijn we blij mee. En dat is ook al vaker genoemd vanavond. Dat is het kruispunt Westeinde-Krijgerstraat, het doorlopen van het fietspad van de Verzetstraat naar de Krijgerstraat, een veilige ontsluiting naar de Almeloseweg, ook wederom vanaf de Krijgerstraat. En een grote ergernis dat wordt opgepakt en wordt opgemerkt is dat we twee keer moeten wachten voor een stoplicht om over te kunnen steken bij de Adelsweg-Verzetstraat. Kortom, er is goed geluisterd naar de inwoners, er is samengewerkt met de inwoners, er is veel reacties binnengekomen en zoveel mogelijk is daar ook een visie op gemaakt die daarbij aansluit en die recht doet aan datgene wat er leeft in het dorp Frieseveen. Er is onder andere ook kritisch gekeken naar de visie die er was van 2010. Er is lering uitgetrokken, er zijn voorbeelden, er zijn bijvoorbeeld dingen ook losgelaten die in die visie wel genoemd zijn. Onder andere is de Noordelijke Rondweg nu losgelaten. En omdat er onder andere een zwembad ontsloten moet worden via Oost-West. Maar ook dat er steeds weer verkeer zich begeeft. Er zich steeds meer verkeer begeeft door de kern via de drie toegangswegen. Garvensingel, Koningsweg, Westende en Verzetstraat. Hierbij willen we dan ook benoemen dat de verkeersdruk over de Adelsweg mogelijk nog zal toenemen. En dat we ons ook daarbij afvragen wat de wethouder al heeft kunnen doen met het pleidooi van de aanwonenden voor een geluidswal. Wij denken dat het zeker terecht is om daar serieus aandacht aan te besteden. Als ook die weg nog extra belast zou worden om de andere wegen wat meer te kunnen gaan ontlasten. We zijn blij dat er blijvend aandacht is en onderzoek wordt. Even kijken.
We zijn blij dat we blijvend aandacht krijgen en dat er onderzoek wordt ingesteld en dat het anders en hoe het beter zou kunnen en hoe het anders zou kunnen en beter zou kunnen. We willen daarbij herhalen dat een rotonde ons meest recht doet aan het gevaarlijke punt en de grote stroomverkeer die er gebruik van maakt. En dan bedoel ik in dit geval de kruising Krijgerstraat met de Koningsweg. Als daar een rotonde zou komen, zou dat mogelijk een heleboel hinder voorkomen wat er nu wel is. Omdat het verkeer wordt opgehouden ofwel naar het centrum toe, ofwel doordat het toegang moet krijgen tot de Koningsweg en daarin voorrang moet verlenen. Ook het kruispunt op het Oosteinde bij de Hofmansweg wordt opnieuw bekeken, omdat het voor fietsers onvoldoende veilig is. We willen hier benoemen dat ook voor andere partijen in het verkeer dit een gevaarlijke situatie is. En dat daarbij een spiegel, in, wat ons betreft in ieder geval de eerste prioriteit heeft, om die kruising wat meer overzichtelijk te maken. Als we het dan over het Oosteinde hebben, valt ons op dat daarin de bebording wat hoog hangt en dat het niet heel erg duidelijk is dat eigenlijk het verkeer via de Rusleienweg, in ieder geval het vrachtverkeer via die weg, de route zou moeten volgen. En we zouden willen dat daar wat actiever op gestuurd wordt door onder andere te kijken of de borden op die manier wat meer de aandacht kunnen vragen. En misschien dat er ook wat meer toezicht op kan worden gehouden dat het inderdaad die route gaat. Het is ons inziens nog steeds wordt er te veel gebruik gemaakt van het Oosteinde voor het vrachtverkeer. Een ander punt wat eveneens ook op het Oosteinde speelt, dat is de uitritconstructie. Op het moment dat daar het verkeer doorgang wil, daarover wil steken, hangt daar een bord. En die is wel zichtbaar, maar vaak op het laatste moment. Dus de vraag is of het inderdaad duidelijk is dat het een uitritconstructie is. En zo ja, als dat zo moet blijven, of daar dan wat meer de aandacht op gericht kan worden. Zodat het geen onveilige situaties gaat opleveren. Maar al met al is het een stuk verbeterd en zal het wonen in de kern Friezenveen beter kunnen maken als de knooppunten worden aangepakt zoals we zojuist genoemd hebben. En zijn wij tevreden met de visie zoals die nu ligt. Zeker ook omdat daar voldoende inbreng in is geweest van de direct betrokkenen. En wat de inbreng betreft van de andere partijen, ja, ook wij zouden graag een A36 willen. En of die groen of blauw is, maakt ons eigenlijk niet uit. Als het verkeer maar veilig van A naar B kan en we inderdaad een situatie krijgen die... Is dit het einde van mijn termijn? Of... Oh. Nou, nog een laatste zin. Wij willen ook het nog onder de aandacht brengen wat de KNVV ook al heeft benoemd. Dat er toch gekeken wordt of er een veilige route kan zijn voor het toerisme wat richting Beerseveld en de campings gaat. Want op deze manier, zeker met recreatie en fietsers en wandelaars, is deze situatie nu onveilig. Tot zover. Hartelijk dank u wel. Als laatste wil ik graag het woord geven aan de heer Wessels van de CDA-fractie. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dank voor deze visie in samenwerking met de klankbordgroep. En waar we ook mogen zeggen dat de nieuwe dorpsraad Friezenveen aan meegewerkt heeft. En dit keer was er geen E. Voor de burgers was niet de mogelijkheid om in te spreken. Maar goed, dat is vorige keer gebeurd. En ik denk dat de punten zijn nu meegenomen en dat is voldoende. We zijn met de visie, kunnen we ons in vinden, maar wil de CDA-fractie wil toch wel een aantal punten inbrengen waar ze een bepaalde mening over heeft en soms wijzigingen. Met name de eerste Oost-West-verbinding en de N36. Goed, de CDA-fractie en alle fracties zijn er al behoorlijk mee bezig. Op 2 februari is er zelfs al een bijeenkomst daarover, over de visie van Drenthe naar Twente. En ook de CDA-fractie is erg veel voorstander van om daar een A36 en dan zeg ik net zoals de ChristenUnie, of u nu groen is of blauw, maakt ons niet zoveel uit als het maar een goede, snelle verbinding wordt. Ook belangrijk is voor ons is toch de noordelijke ontsluiting. Wij hebben altijd geschreven voor de noordelijke ontsluiting. En de noordelijke ontsluiting hoeft wat ons betreft niet direct aan te sluiten op de N36, maar die zou dus ook aangesloten kunnen worden op de op de Bouwmeesterstraat en dan heb je tevens een goede ontsluiting voor het zwembad.
Een zuidelijke ontsluiting is wat ons betreft niet erg zinvol. De N36 die ligt op enkele honderden meters afstand. En we denken dat dat heel weinig extra brengt, vooral aan die kant. De ontsluiting is juist nodig naar de binnenkant toe, in de richting Vromshoop. De centrumring, de kruising Krijgenstraat, Almeloosweg, ja, die scheve ontsluiting, die is echt inderdaad erg lastig. En ik denk ook dat het heel tijd wordt om daar wat aan te doen, om daar gewoon een haakse kruising van te maken. Dan willen we toch even terugkomen op de kruising bij de Jumbo, bekend Westeinde Koningsweg Krijgenstraat. We zijn ook blij dat ook de ChristenUnie nu van mening is dat hier een rotonde een hele goede uitkomst zou zijn. Bij de vorige verkeersvisie waren we dat nog niet met elkaar eens. En toen zou er nog een geel vlak komen, is een discussie over geweest. Maar we zijn voorstander nog steeds voor een rotonde op dat punt. En in 2007 hebben we daar ook al op gewezen. Dan de ontsluiting van Manitobaplein naar Krijgenstraat en de Lidl. Kijk, dat zou ontsloten moeten worden in verband met woningbouw, maar ook voor ontlasting van de Peterburgstraat. En de CDA heeft in 2007 daar ook op gewezen dat het een heel belangrijke ontsluiting is. En we zouden ook heel graag zien dat dit te zijner tijd gaat gebeuren. Doorgaande wegen in Vriezenveen, Westheinde, Verzestraat en Gravenzingel zijn de meest gebruikte westcentrumroutes. Ontsluiting Verzestraat richting Krijgenstraat blijft een probleem in verband met het laatste stuk Verzestraat. En we zien hier ook geen oplossing om hier een doorgaande route van te maken. Wat de CDA betreft, laten we gewoon de drie sporen die er zijn, Garvenzengel, Westeinde en Verzestraat bestaan. En daarmee verdeelt het verkeer zich automatisch in de juiste richting. En als dan de kruising bij de Jumbo een rotonde zou zijn, dan is de opstopping daar tot aan Kappersmelt ook niet meer aanwezig. Als CDA-fractie zijn we tegen een 30 kilometer zone op het Westeinde, tussen de Nieuwe Daarleverheensweg en de Jumbo. Daar is in het verleden wel eens over gesproken, maar ik denk dat het geen goede optie is om dat te gaan doen. Fietsers. Fietsverkeer moeten we stimuleren, met name binnen de bouwde kom. We moeten kruisingen zo aanpassen, en dat staat ook in de stukken, dat we de kruisingen zo hebben dat fietsers niet twee keer over hoeven te steken, zoals bij de Aardropweg, Verzetstraat. Verder is het ook zo, de situatie voor de fietser moet gelijk zijn. Straks bij de nieuwe fietssnelweg, dan heeft de fietser voorrang op de Merel. Maar als ik een beetje verder fiets en ik fiets richting Vromshoop, dan hebben we daar de akker met de Nieuwe Dalenvindseweg. Daar is de kruising weer anders en daar heeft de fietser geen voorrang. Ga ik een stukje verder bij de rotonde richting Dalenveen, dan heeft de fietser wel weer voorrang. Ik denk dat het goed is om al die voorrangsregels gelijk te maken, zodat de fietser ook weet waar hij aan toe is. Ik wil zo nog 1 minuut. Oké. Dan toch even het fietspad van de Pollen naar Bruinaar. Kijk, de CDA-fractie is een voorstander van om daar een fietspad te maken. En met name omdat gelden beschikbaar zijn vanuit de Engbersdijk Venen. En ik denk dat het opdracht aan het college moet zijn om geld vanuit de provincie binnen te halen om hier een fietspad te realiseren van de vele gelden die daar aanwezig zijn. Voetgangers, nog even over de voetgangers. Veel voetgangers in Twenteland, of in Vriezenveen, in Twenteland algemeen, zijn in slechte staat. Veel hoogteverschil, losliggende tegels. Voetspaden moeten schoon zijn, er moet geen gemaaid gras op zitten. Dus we zouden heel graag zien dat daar wat extra aan gedaan werd. En ook het parkeren op voetpaden, dat hoort niet. Voetpaden zijn voor de voetgangers, voor rollators, rolstoelen, kinderwagens. Die horen bij voetpaden en horen geen auto's op bestaan. Goed, en ook de zebrapaden bij de Jumbo, toch maar even weer diezelfde kruising. Het is inderdaad aan beide kanten van de Westeinde is een oversteekplaats. Maar het is mij al regelmatig overkomen dat ik over wil steken en dat er echt geen auto gaat wachten. En een oranje knipperlicht zou heel belangrijk zijn om gewoon even goed aan te geven. Het is waarschijnlijk door de verlichting in het centrum dat mensen die dat niet zien. Ze zijn gefixeerd op die kruising en dan zien ze die zebra niet. En landbouwverkeer nog even. Landbouwverkeer, ook eens met het college, zoveel mogelijk weer naar de kernen, maar dit geldt ook voor vrachtverkeer. Laten we ook zorgen dat vrachtverkeer, het doorgaande vrachtverkeer, weer naar de kernen. Voorzitter, tot hier de bijdrage van de CDA-fractie. Dank u wel. Heer Wessels, dank u wel. Ik heb een aantal vragen heb ik gehoord en ik wil graag het woord geven aan de wethouder, de heer Engbers. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal niet herhalen wat ik bij de visie van Vromshoop in de eerste zinnen gezegd heb over de inzet die er gepleegd is enzovoort. De deelname van klankbordgroep, ook hieraan, misschien toch wel even refererend, want ook hier is dus wel een klankbordgroep geweest die ook een
avond heeft gehad waarin ze dus de inspraak konden bekijken, de vergelijkingen die er gemaakt zijn tussen 2010 en wat er nu eventueel zou moeten, wat er aan knelpunten zit, of die nog kloppen en of de visie van 2010 bijgesteld moet worden. Dus hier is één inspraakavond geweest en ze hebben dus wel de mogelijkheid gehad om daarop te reageren. Voorzitter, dan kom ik... Ja, er zijn toch heel wat meer kleine dingetjes gesteld. Misschien dat ik een aantal verduidelijkingen kan geven. In die zin van, er zijn ook wat dingen aangestipt die in feite niet in de verkeersvisie benoemd zijn in die zin. Maar wel misschien dat het even goed is om daar even de vinger bij te leggen en een aantal punten gewoon even aan te roeren. Ik begin dan even bij de inritten aan de Koningsweg. De GBT-fractie wijst daarnaar, die zegt van bij de MT en bij de Action zijn te smal om daar naar binnen te kunnen enzovoort. Ik denk dat dat klopt. Daar zien we regelmatig dus problemen ontstaan. Wat daar precies moet gebeuren is dus nog in onderzoek, maar ook met de nieuwe indeling van het centrum, hè, eventuele verplaatsing van de Aldi waar steeds over gesproken wordt, waar dit soort dingen juist in meegenomen worden, ook de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen, ook de aansluiting van de parkeerplaatsen, de heer Dekker verwees daarnaar, van de zuidelijke en de noordelijke, hoe die verbinding zou moeten komen, hoe de nieuwe inrichtingen er dan uit zou moeten zien, juist weer in samenspraak met detailhandel, met betrokkenen. Dus dat is een volgende stap. Die staat hier niet verwoord in de verkeersvisie, maar die is dus wel in een ander document al wat bekeken. Maar uiteindelijk is het steeds weer afhankelijk van, gaat de Aldi nu werkelijk verplaatsen? Dan is er een eerste dominosteen die in feite heel veel in gang kan zetten en waarbij je dus ook dit soort zaken echt allemaal gaat meenemen. Dan werd er even gerefereerd naar openbare laadpalen, duurzaamheid. Wat gebeurt daarmee? Heeft niet nu met de visie te maken, denk ik. Maar wel, ik wil er wel even iets van zeggen. Openbare laadpalen zijn er dus in elke kern nu één. Die mogelijkheid was er. Op openbare terreinen. Er zijn veel meer openbare laadpalen van privépersonen die in feite geplaatst zijn bij woningen. Of mensen die in een huurstraat wonen kunnen ook in overleg treden. Er staat er eentje bij TMZ. Dat wil zeggen van, daar waar de vraag is, waar de vraag komt, kan er ook in geplaatst worden. We hebben dus wel de contacten met de plaatsen, het bedrijf wat ze plaatst. Waar we dus ook niet aan gelieerd zijn door een of andere construct of zo. Nee, dat is allemaal op vrijwillige basis. Maar daar komen dus wel, als er aanvragen komen en ze zijn voldoende onderbouwd, is het bedrijf genegen om te gaan plaatsen. Interruptie van de heer Paap. Ja, u zegt we wachten op aanvragen daarin. Moeten we daarin zelf geen visie gaan ontwikkelen? Dus wachten op een aanvraag is nogal afwachtend, zou ik zo zeggen. Als je daar dus als gemeente iets in wilt, en wij bieden dat wel aan, maar het is ook hoe communiceren we dat naar buiten toe. Dus daar waar een vraag ontstaat, kunnen we als gemeente als intermediair optreden. En zeggen van, nou, daar moeten zijn, bij dat loket. Maar wij kunnen dus niet zeggen van, nou, zet er overal maar eens een aantal neer. Kijk, de provincie heeft dus een regeling gehad. Nou, gaan we even te diep in en dat wilde ik ook niet. De provincie heeft ons een regeling aangeboden. Moesten wij voor elke paal een aantal honderden euro's neerleggen. Maar als ze niet renderen, is dus de maatschappij ook weer bij macht om de zaken weer weg te nemen. Ze heeft, nou, hier heeft geen enkele nut. Of je moet er als gemeente heel veel geld in steken. Je moet er duizenden euro's per paal in steken. En daar zeggen we zetten het toch hier neer. En dat is dan beleid wat je erop maakt. En dat is het dus niet. Het is dus nu op grond van het convenant wat er ligt. Van als er vraag is, voldoende vraag is, wordt die geplaatst. Meneer Paap, zou u de microfoon iets hoger willen houden? Dan kunnen mensen u beter verstaan. Dank u wel. Ik denk dat het ook wel een kwestie is van de kip en het ei. Moeten wij daarin niet een stukje voorop willen lopen op duurzaamheid? Voor veel mensen is het een drempel om een elektrische auto aan te schaffen, omdat er geen openbare laadpalen zijn. Ik denk dat wij daar een stukje richting in zouden kunnen geven. Wellicht is het een idee om een inventarisatie te doen. De wethouder. Ja, een inventarisatie moet mankracht, moet geld voor beschikbaar gesteld worden. Nou, ik wacht uw voorstellen af om daar Een stap in te zetten, maar dat betekent ook dat er een onderbouwing onder moet liggen van wat zijn de kosten die eraan verbonden zijn, tot hoever gaan we dan. Daar moet dus wel iets bij. Voorzitter, met uw goedvinden ga ik verder. Ik heb nog een
aantal dingen even kijken. Nou, die er ook wel uitspringt, is natuurlijk de kruising Jumbo, Westeinde, Koningsweg, Krijgerstraat. Wordt geopperd van eventueel een rotonde naar neer te leggen. Na de vorige aanpassing die deze raad daarin heeft laten doen in 2010-2011. Op zich, ik moet zeggen, ik ben er ook heel ongelukkig mee met de situatie die daar ligt. Maar als je kijkt naar het totaalplan en zegt van nou, alle maatregelen die we nog eventueel zouden gaan nemen, komt er misschien een hele andere invulling van verkeersstromen en van capaciteiten en van intensiteiten. Maar dat betekent dat je op de Verzetstraat misschien meer verkeer krijgt. Of dat je toch naar de zuidelijke randweg toe gaat. En die moet je niet zo ver, niet zo dicht aan de N36 leggen, maar vlak achter het Lateraal Kanaal bijvoorbeeld. En dat je daar wel de verbindingen naar het centrum kunt maken. Om dus makkelijke insteken te maken bij het centrum Westerweilandweg, Krijgerstraat enzovoort. Maar het is dus iets wat onderzocht moet worden. Hoe kun je er op een beste manier mee omgaan? Wat zijn dan de verkeersstromen? En wat zijn de intensiteiten die overblijven? Ja, ik kwam even iets voorbij over de Westerweilandweg, waarom die zo breed is. Ja, dat is iets. Dat is een gegeven waar wij nu niet meer wat mee kunnen. Dat wil zeggen van die wijziging daarop. Ik zou niet weten hoe het toen ontstaan is, waarom die breedte heeft gekregen. Maar ook niet dat je zegt van nou, er gaan echt hele grote hoeveelheden verkeer overheen. En is dat wenselijk ja of nee? En hem aanpassen zou meer geld kosten dan hem inpassen in plannen. De ChristenUnie vroeg nog even naar de geluidswal langs de F35. Nou, er zijn dus de gesprekken met de buurt, die zijn dus daar opgestart. De buurt is bij elkaar geweest, die koppelaar terug. Dus er is een intensief traject nu ingezet om daar met de buurt in gesprek te zijn over mogelijkheden, over hoe gaan we dat dan inpassen, wat zijn de effecten daarvan en is dat naar tevredenheid? Wil de buurt het ook werkelijk? En zijn daarin stappen te maken. De zichtbaarheid van borden, die leg ik maar gewoon even ambtelijk terug. Dat wil zeggen aan het Oosteinde en andere, als ze niet te hoog hangen. Daar zijn volgens mij maatvoeringen voor die daarvoor gelden. Dus dat blijft, is een aandachtspunt wat meegenomen kan worden. De KNNV vroeg in de inspraak om aandacht voor de fietspaden bij de Paterswal en de Gravenlandweg. En ik weet wel dat er dus wel een terugkoppeling geweest is. Dus in feite wat het antwoord geweest is op de zienswijze. En dat die ook verzonnen is. Dat het nu niet in dit geheel meegewogen is, heeft dus eigenlijk alles te maken met de inbreng die de CDA-fractie ook bracht. Van die fietspaden zouden heel goed ingepast kunnen worden in de ontwikkeling en de planontwikkeling en beheerplannen rondom Engbersdijk-Venen. Als je daar juist inzoomt, ook als gemeente op recreatietoerisme, en dat je daar verbeteringen wilt, dat je in dat kader juist mogelijkheden kunt benutten om daar ook juist de extra aandacht te vragen en die daar onder te brengen. Ten aanzien van de visie verbinding Drenthe naar Twente. Ik dacht dat je Wessels noemde van 2 februari. Ik ken die bijeenkomst niet. Dat wil zeggen van ik zou daar graag even de gegevens van hebben. Dan kan ik ook daar mijn licht opsteken. En eventueel samenwerken met de gemeente Hardenberg. Want ik denk, neem aan dat die het dan organiseren. Om daar ook de input te halen voor ons vervolg. Want we trekken heel veel samen op ten aanzien van de N36. De F35, de voorrang op de F35, ja, die is er zeker, maar aan de noordkant bij de akker. En er is ook een terechte opmerking dat die daar dus juist weer anders is. Die aandacht moet er nu ook gewoon zijn en dat zijn gewoon kleine aanpassingen die er zijn, maar die wel uniformiteit bieden, maar ook de veiligheidsgevoel van de fietser en van de weggebruiker en die je dus juist moet benutten. Voorzitter, dan heb ik de vragen in algemene zin beantwoord, diverse fracties in één keer, maar ik denk dat er een aantal punten gewoon even nodig waren om even wat extra toelichting te geven. Wethouder, dank u wel voor uw reactie. Dan kijk ik even rond voor een tweede termijn. Ik zie de fractie van D66. CDA. GVT. ChristenUnie.
Dat was hem. Ik wil graag het woord geven aan de fractie van de CDA. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie wil graag op twee punten even terugkomen. Dat is de fietspaden richting Bruinehaar. En goed, ook de fietspaden natuurlijk in het gebied rond Engelsdijk-Venen. Het is nu in de raadsdebatten te vroeg, denk ik, om daar een toezegging voor te vragen. Maar mochten wij vragen wel om dit debat naar de bespreekagenda te brengen. Waarom? Omdat wij een toezegging van de wethouder willen vragen om daar actief mee te gaan. En zonder toezegging zullen wij waarschijnlijk daar ook een motie indienen om dit actief te maken en ook voor de volgende raadsperiode vast te leggen. En want het is natuurlijk ook belangrijk dat we het voor de volgende raadsperiode vastleggen. En ook, dit geldt ook voor de nieuwe Dalenveenseweg in kruising met de Akker. De wethouder zegt van ja, dat nemen we mee. Maar we willen wel graag concreet hebben dat het echt meegenomen wordt en dat toch die kruising al gewijzigd wordt op korte termijn. Want de wethouder zegt al, het is een kleine aanpassing en laten we dan ook zorgen dat het snel gaat gebeuren. En dat past al mooi in het verlengde wat ook de SGP-fractie heeft gezegd van eigenlijk zou de F-35 doorgetrokken moeten worden naar Vlaamsoop. Nou, dan is deze eerste hobbel is al genomen. Tot hier de tweede termijn van de CDA-fractie. Dank u wel. Heer Wessel, dank u wel. Ik wil graag het woord geven aan de heer Papen van het GBT. Ja, dank u wel. Ik hoor net de opmerking van de CDA en van de ChristenUnie dat ze blij zijn met een A36, of die nou blauw of groen is. Ik vraag me af hoe een blauwe snelweg eruit ziet. Maar we hechten toch ook echt wel aan het feit dat die, ja, precies met, misschien met veel luchtvervuiling. Wij hechten er vooral aan dat die toch wel echt groen is. En dat is tweeledig. Een A36 geeft veel overlast. En dat is wel een slechte luchtkwaliteit, maar ook veel lawaai en geluidsoverlast. Een groene snelweg zou dat kunnen voorkomen, dus vandaar. En wij denken ook dat door in te steken op een uniek project, dat je het sneller kunt laten gaan. En dat de realisering op kortere termijn zou kunnen. Dat wou ik nog even gezegd hebben. Papa, dank u wel. U gaat het woord geven aan mevrouw Hilbrink van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk nog twee punten waar we even de aandacht op willen richten. En dat is ten eerste de rotonde die al genoemd is. En waar de CDA-fractie ons op aanspraak en zei van dat wilde de ChristenUnie-fractie eerder niet. Daar is eigenlijk nooit sprake van geweest, want er is ons eerder altijd verteld dat er geen ruimte was voor een rotonde op die plek. En dat wij moesten zoeken naar een alternatief om de situatie veiliger te maken. Dus vanuit die insteek hebben wij toen gezegd, laten we dan een opvallend wegvlak maken, zodat in ieder geval de verkeerssnelheid daarin wat afgeremd werd. En toenertijd was het wel gebruikelijk om daarin gele en blauwe stippen met allerlei randen, et cetera, te doen voorstellen, zodat dat een opmerkelijk kruispunt zou worden. Dus dat was even de reden waarom dat toen genoemd werd. En dat was niet zozeer omdat we de rotonde niet willen. Die willen we nog steeds heel erg graag. Ja, mevrouw Hilbrink, is een interruptie inderdaad van de fractie CDA, de heer Wessels. Natuurlijk, die gele vlakken, dat zou ook gebeuren. En dat is jammer dat het niet gebeurd is, maar ik ben één ding blij dat we met elkaar eens zijn dat aan die ronde, dat aan dat punt wat moet gebeuren. En dat we gezamenlijk kunnen trekken van dat er een rotonde kan komen. Want ruimte is er wel, maar ruimte moet gezocht worden. De woning op de hoek stond pas te koop. Die hebben wij niet gekocht. Dus hebben wij toch even laten zitten. Dank u wel voor uw steun. Wij hebben inderdaad dit punt nog even benoemd om expliciet nog even de aandacht te vragen voor de rotonde, waar wij ook voorstander van zijn. En ja, als er mogelijkheden toe zijn door aankoop van gronden of anderszins, ja, dan heel graag zouden we eens willen zeggen. Ten tweede het knipperlicht, wat genoemd is als irritatie bij veel mensen die daar het kruispunt oversteken en gebruik maken van een ander vervoermiddel dan de fiets of lopend, zeg maar, dus het rijdende verkeer, willen we toch even benadrukken dat dat punt daar op die manier gesitueerd is, omdat daar heel veel kwetsbare verkeersdeelnemers de overgang passeren. En dat zijn niet alleen de kleine kinderen, maar dat zijn ook de mensen die in het verpleeghuis wonen en die helaas niet de mogelijkheid hebben om dat op een manier te doen zoals wij daar overheen steken. Dus daar moet ook met een hulpmiddel moet daar overgestoken worden, wat soms wat meer tijd vraagt. Dus
Wij zouden eigenlijk willen zeggen van houd deze situatie alsjeblieft in stand. En laten we de ergernis die dat dan bij ons oproept maar even voor lief nemen. Omdat het wel de veiligheid voor heel veel andere deelnemers vergroot. En we hebben als... Dat was het tweede punt. Ik zit nog even te kijken of we een derde punt hebben. Ja, nog een derde punt. Ja, dat was het de Westerweilandweg waar de D66-fractie ons aan refereerde. Er is inderdaad toen de tijd, en dan praten we over 2010 zo ongeveer, is er met elkaar gesproken over een S die zou leiden via de Westerweilandweg naar de, naar de Koningsweg. En daar is heel veel weerstand tegen geweest vanuit inwoners die aan de Verzetstraat woonden en... Volgens mij, en ook vanuit ondernemers en ook aanwonenden van het Westeinde. Want het Westeinde wilde graag de route zo houden en de Verzetstraat wilde die route niet. En toen is ervoor gekozen om deze situatie dan zo te gaan maken zoals die nu is. En voordat daar nu weer een verandering in komt, zou ik willen zeggen, blijf vooral in gesprek met de aanwonenden. Zodat we niet opnieuw een situatie hebben die heel veel reuring geeft in het dorp Friesenveen. Mevrouw Heupling, dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan de Kozijnen van D66 voor de tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Nog twee dingen. Om te beginnen met het laatste van collega Hulbrink. Precies wat u daar zegt. U slaat een spijker op de kop. Dat was dus wat ik ook bedoelde. Veel weerstand van de Verzetstraat en doorgaand verkeer. Waar ik ook op doelde was ook eigenlijk om niet die rotonde te doen, maar ook weer daar bijvoorbeeld, wat ik zei, die schwung, zeg maar, om daar weer die ester in te maken bij de Jumbo. En de doorstroming daar en het profiel aan te houden op het westeinde van een stukje op Westerweilandenweg tot aan de Krijgerstra-Koningsweg. Om daar dus bijvoorbeeld hetzelfde profiel van de Westerweilanden in te richten naar de Koningsweg. En dan krijg je vervolgens, nou, heb je geen rotonde, daar past daar voor geen meter, in mijn optiek niet. En dan kun je vervolgens het stuk westeinde, kun je hetzelfde profiel maken als het oosteinde. Ook 30 kilometer zone. Het zou zo mooi staan, maar het is maar een idee. En ik weet niet hoe de Friese-Veense bevolking er nu over nadenkt. Of ze er anders in staan. Want ik denk dat je dan de pijn een beetje verdeelt over de Verzetstraat en over... het westeinde, zeg maar, en dat je dan twee stromen krijgt van beide kanten naar het centrum. En in mijn optiek past dat beter. Meneer Van Kozijnen, een interruptie van mevrouw Hilbrink. Dank u wel. Meneer Kozijnen, die situatie die u schetst is toen exact op die manier voorgesteld aan de inwoners, samen met een ontsluiting over de Garvensingel. En volgens mij is het nog nooit zo druk geweest in het gemeentehuis als toen. En dat geeft verder niet, maar ik bedoel, deze visie is verder niet in deze herziening op dat punt aangepast. Dus ik ga ervan uit dat dat ook met eerspraak en met andere inbreng van omwonenden niet aan de orde is geweest. Nee, dat moeten we ook respecteren. En daarom leg ik me daar ook bij neer als het zo is. Maar het was ook een idee en ik had het in mijn achterhoofd van... Hey, Filip, hoe kan het dan dat die plak asfalt daar zo ligt? Wil ik graag naar het tweede punt heen. Nog een interruptie van de heer Westen. Ja, zullen we dat eerst even doen, voorzitter? Maak het los. Ja, dat gaat over die 30 kilometer. Ik vraag me af hoe de D66-fractie komt... bij de overweging om het gedeelte van de Westeinde 30 kilometer zone te maken. Met welke bedoeling doen ze dat en hoe denkt u daar dat ingevuld moet worden en wat de bewoners daarvan denken? Nou, mevrouw Hulbrink vulde net al aan dat er nooit zo druk is op het gemeentehuis. Dus ik ben ook, ben ook dankbaar voor die info. Die 30 kilometer zone, ja, ik had het idee van als het aan de east side zo is, dan zal het aan de west side ook zo wel zijn, zeg maar. En ja... Wie wil er niet zo'n mooie Brinkstraat hebben met van die mooie molgoten er langs heen? Een beetje weer terug naar hoe het vroeger was. Ik zie heer Smelt tevreden met de thumbs up. Ik denk van dat je dan dat je een leefbare omgeving hebt. En dat de ondernemers ook met name niet, in mijn beleving, niet horen klagen over de beleefbaarheid van het Westeinde. Want mensen die daar naartoe gaan naar die winkels, die komen er sowieso wel. En vooral met e-commerce weten ze ook wel te vinden, behalve de poeten, denk ik. Mag ik D66 aangeven dat juist de ondernemers daar het grootste bezwaar tegen maakten en die zeiden van wij willen juist de reuring op het Westeinde houden om de mensen daar bij de winkels te krijgen. Dus ik zou, als ik D66 was, nog iets meer onderzoek doen naar dit punt. Dank u wel voor die handreiking. Ik sluit me daar ook bij aan. Ik laat me ook graag voorlichten, voorzitter, wat dat betreft. Als dat zo is, dan is dat zo.
Het tweede punt, het vrijliggend fietspadvoorstel van de KNVV en ook aangehaald door het CDA en ChristenUnie volgens mij, en SGP met name ook. Wij zijn ook voorstander van een vrijliggend fietspad en ik werd ook vooral getriggerd door het argument van het college dat een vrijliggend fietspad daar niet nodig was omdat er maar 3000 verkeersbewegingen per etmaal waren. Wat was dan de afweging bij het Kerkallee voor het vrijliggend fietspad, vraag je je dan af. Want hoeveel verkeersbewegingen waren daar dan op dat moment? Ik denk dat het nog fors minder. En wat is dan je argument om daar dan geen vrijliggend fietspad aan te leggen, voorzitter? Dank u wel, dit was mijn tweede termijn. Ja, wat ik zei, dank u wel. Dat is het einde van de tweede termijn. Ik kijk nog even naar de wethouder of hij nog een laatste reactie wil geven. Nou, voorzitter, ik heb geen vragen gezien richting mij, alleen van de heer Wessels die dus zegt van ja, wij moeten dus wel iets richting niet naar de akkoordagenda, maar naar de bespreekagenda vanwege moties of amendementen die dan daarover zouden gaan. Dus ik denk dat dat een punt is voor de CDA om daar iets mee te doen. De heer Van der Kozijn had nog één vraag. Dank u wel, voorzitter. Ik stelde toch echt een vraag nog in het angel van mijn tweede termijn. Van wat is het argument van het college geweest om 3000 verkeersbewegingen per etmaal richting Bruine Haar, om daar geen vrijliggend fietspad voor aan te leggen. En nog een significant minder verkeersbewegingen per etmaal op de Kerkallee om daar wel een vrijliggend fietspad aan te leggen. De wethouder. Ja, voorzitter, dat is iets waar de raad zelf de beslissing over genomen heeft en waar u bij geweest bent. Dat in de Kerkallee dus wel een fietspad gekomen is. Op keuze van de raad. Nou, helemaal prima, dat zijn we aan het uitvoeren. Maar vanuit de visie en vanuit de verkeersintensiteiten op Gravenlandweg, op de Paterswal en het beleid dat we zeggen van nou, we hebben op 60 kilometer wegen niet een vrijliggend fietspad, maar we hebben daar fietssuggestiestroken. Nou, die gaan we dus wel overal toepassen. Dus ook op de Blankemeersweg, waar ze nog niet zijn en die dus daar ook in meegenomen worden. En dat betekent dat je dus daar eenduidigheid maakt en dat je daar iedereen bedient op de wijze die je ook met elkaar afgesproken hebt. Wethouder, dank u wel. De heer Van der Kozijnen. Dank u wel, voorzitter. Mag ik de portefeuillehouder wel aan helpen herinneren dat natuurlijk het een raadsvoorstel was en dat het dus ook aangeboden is via het college dat er een vrijliggend fietspad moest komen. En dat uiteindelijk de raad heeft besloten natuurlijk, dat begrijp ik. Maar het was wel het voorstel van het college om het verkeersplan naar zich neer te leggen in die. Ja, de heer Van der Kozijnen, ik denk niet dat een fietspad richting Kerkallee hier op dit moment het onderwerp is. Die visie over Den Ham is reeds gepasseerd. Het heeft hier Friesenveen. Ja, voorzitter, we hebben destijds aan de raad twee varianten voorgelegd. Heeft de raad de keuze gemaakt en daar hebben we als college in feite de andere keuze destijds gemaakt. Alleen de raad heeft daarin gezegd, we kiezen voor een vrijdag fietspad. Dus daar was u zelf bij. En wethouder is inderdaad een ander onderwerp. Dank u wel. Dan wil ik hiermee het tweede agendapunt afsluiten. We kunnen concluderen gezien de opmerkingen van de CDA-fractie dat dit naar de bespreekagenda toe kan. En we zien graag een eventueel toezegging of desnoods een motie van de CDA-fractie tegemoet. Gaan wij door naar het derde en laatste onderwerp van deze avond. Dat is het vaststellen van de geprioriteerde maatregelenlijst verkeersvisie gemeente Twenterand. Beslispunten zijn daar deze lijst vast te stellen en een financiële uitwerking te vragen. Voor dit onderwerp hebben zich 7 fracties aangemeld. Ik wil graag als eerste het woord geven aan de CDA-fractie. De heer Wessels. Dank u wel, voorzitter. Was u niet bekend, maar toch heel goed dat wij misschien het als eerste het woord krijgen. En waarom? Wij vragen ons namelijk af dat we zo kort voor de verkiezingen, 21 maart, de prioriteiten moeten stellen voor de punten voor de verkeersvisie. En dat is verkeersvisie Vromshoop en Friesenveen. Een ander college zal hiermee aan de gang moeten. En dan denken we van, waarom zullen we deze prioriteitenstelling niet laten wachten tot na de verkiezingen? En misschien het nieuwe college daar actief mee aan de slag laten gaan. Natuurlijk moeten plannen die ingezet zijn, Schuineweg Westerhaar, de F35 aanleg en de afbuiging in de Ommerweg in Den Ham, dat moet
doorgaan. Punten die die al ingezet zijn, die moeten doorgaan. Maar de nieuwe punten die nog ingezet moeten worden, laten we overlaten aan een nieuwe college en aan een nieuwe raad. En laten we daar nu, een maand voor de verkiezingen, niet over gaan beslissen. En dat is de inbreng van de CDA-fractie. Dank u wel. Jawel, dank u wel. Ik bedoelde dit als een voorstel van orde of een vraag aan de rest van de fracties? Als het geen ordevoorstel is, dan wil ik inderdaad de rest van de fracties gewoon vragen om dit in hun inbreng mee te nemen. Ja, voorzitter, ik zit in afwachting. Moet ik een ordevoorstel doen? Dan doe ik een ordevoorstel en dan wil ik graag de fracties vragen of wat ze daar een mening over is. Ja, dan maak ik even een rondje. De fractie van de GBT. Ja, wij hadden eigenlijk wel een beetje hetzelfde idee, dus wij kunnen daar wel mee instemmen. Fractie van de PvdA. Voorzitter, wij kunnen ons ook instemmen met het ordevoorstel. Fractie D66. Idem, voorzitter. Fractie Laanman. Voorzitter, ik was met de lijns niet eens, dus mag ik op een later tijdstip behandeld worden met de hand bij herstellen. Fractie van de SGP. Ook niet. Voorzitter, we hebben hier een lijstje voorlezen van geprioriteerde maatregelen. Ja, er zullen best wel bepaalde aspecten zijn die in de verkiezingen gebruikt zullen worden. Maar dit is gewoon een basisdocument voor wat voor college dan ook. Dus ik snap het niet goed wat het CDA hiermee bedoelt. Want er zijn een hoop afwegingen. En daar kan elke partij kan wat kiezen wat ze belangrijk vinden. Maar het college, welk college dan ook, kan hier als basisdocument gebruiken. Dus ik begrijp het probleem niet van de CDA. Fractie van de ChristenUnie. Wij zijn het eens met de SGP-fractie. Wij vinden ook dat we hierop allicht onze visie kunnen geven. En de prioritering is nu een voorstel op basis van de criteria die we onder andere als raad met elkaar hebben opgesteld. En het doel moet de verkeersveiligheid zijn. Dus wat ons betreft kan het wel gewoon doorgaan. Dan zijn er inderdaad twee partijen die het toch graag wensen te behandelen. De fractie van de SGP en de fractie van de ChristenUnie. Ik kijk even naar de raadsgevier hoe we verder gaan. Ja, dan rest er niks anders als dit onderwerp te behandelen. Ja. Kijk, als het merendeel van de raad het niet wil behandelen, dan heeft het geen zin dat wij onze inbreng nou gaan geven. Want mijn inbreng zou zo zijn, het is een basisdocument waarmee verder gewerkt kan worden. Maar de andere fracties willen dit niet aan de orde stellen, ja, kunnen wij het als twee partijen niet tegenhouden. Mevrouw Hilbrink. Ja, ik ben wel benieuwd hoe het dan zou gaan als wij dat nu wel willen en andere partijen willen het niet. Ik dacht dat het dan wel gewoon doorging, maar misschien ben ik erbij. Dan gaat het inderdaad door. Ja. Kijk even naar de heer Wessels of dan inderdaad de inbreng hetzelfde blijft. Ja, ik kan wel zeggen, want kijk, het gaat nu over debat. Het wel of niet een besluit nemen, dat gaat over 2 weken pas. Dus ja. Het debat, en dat kan natuurlijk altijd doorgaan, dat kan altijd. Maar alleen het ordevoorstel komt eigenlijk pas aan de orde op dat moment wanneer de raadsvergadering is. Want ik wist even niet wat ik moest doen. Moest ik nu een punt van orde maken? Want het punt van orde kan volgens mij alleen maar gemaakt worden in de raadsvergadering. Ja, dat kan bij de vaststelling van de agenda van de raad. Heer Paters. Ja, er ontstaat nu toch wel wat vreemds. Dat is namelijk dat je nu wil behandelen, terwijl een meerderheid van de raad dat niet wil. Of althans het eens is met het ordevoorstel zoals door de heer Wessels gedaan. Als je nu behandelt, dan vraag ik mij af wat dan de status van dit stuk wordt richting de raadsvergadering. En daar zou ik dan toch wel graag eerst antwoord op willen voordat we hiermee verder gaan nu met behandelen. Dus misschien moet daar even een korte schorsing voor gehouden worden. Dat vind ik prima, maar we moeten daar wel met elkaar over eens zijn wat we gaan doen. Want anders ontstaat er iets vreemds richting de raadsvergadering. Nou, heer Paters, sluit ik me bij u aan. Ik denk dat het goed idee is om even te schorsen. Heeft u voldoende aan 10 minuten? 5 minuten? Ja? Dan wil ik bij deze de raadsdebat even schorsen. Als iedereen weer plaats kan nemen,
We hebben een kort overleg gehad. Ik wil graag even het woord geven aan mevrouw Hilbrink van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben net geschorst en we hebben met elkaar gesproken over de prioriteiten. Ook onze fractie heeft gezegd van laten we het nu maar niet in de raad brengen. We hebben de verkeersvisies, die hebben we met elkaar nu in het debat gevoerd. Daarover hebben we de discussie gevoerd. We gaan daarover een besluit nemen en hoe de prioritering dan wordt gesteld, dat is inderdaad aan de nieuwe raad. Dank u wel. Mevrouw Hilbrink, dank u wel. Dan gaan we dit niet in behandeling nemen. Dan gaat het inderdaad door naar de nieuwe raad na de verkiezingen. Ik wil hiermee deze raadsdebatten graag afsluiten. Morgenavond gaan we verder. Is er een nieuwe agenda. Ik wil iedereen wel thuis wensen. En een prettige avond voor de rest.